Boogschutter, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 29. En dat is van maandag 15 juli tot en met zondag 21 juli. En dan staat een kaartenschut om te kijken wat deze week voor de Boogschutter gaat brengen. Dan lijkt het Boogschutter alsof het een week is waarin je absoluut veel plezier en lol gaat hebben. Maar waar aan de andere kant ook een stuk gedachten zit, malen zit. Je weet niet zo goed waar je heen moet met je gevoelens. En ik heb het idee dat je dat ook echt een beetje voor jezelf houdt. Hè? Dus je hebt deze week echt twee kanten. Je hebt een kant die bij jou binnen zit, waarin je heel wat dingen aan het doordenken bent. En misschien zelfs wel aan het piekeren bent hier en daar. En aan de buitenkant lijkt het eigenlijk een week te zijn voor jou, waarin je de gezelligheid gaat zoeken. Die heb je waarschijnlijk ook echt nodig om die afleiding te hebben voor dat vele malen wat je aan het doen bent. En neem daar ook even de tijd voor jezelf voor. Het is helemaal geen probleem als je dingen nog niet naar buiten wil brengen. Maar als je te veel maalt, zijn er altijd wel mensen die naar je willen luisteren. En waar je misschien stapjes mee kunt zetten. Omdat je het dan even naar buiten kan gooien. En dat je daar dan even wat meer rust voor jezelf in kunt vinden. Dat is natuurlijk een stuk wat je helemaal zelf moet weten. Geniet ook zeker van al die mooie dingen die er wel gaan staan te gebeuren. En ik wens je sowieso een super fijne week.